Welkom in de fantastische meneer Vos Wonderkamer. Vandaag gaan Mello en ik jou een boekje voorlezen. Een boom vol herinneringen met in de hoofdrol een vos, want dat is heel toepasselijk in deze wonderkamer. En we hebben voor dit boekje gekozen omdat het gaat over afscheid en herinneringen. En vandaag is eigenlijk de ideale dag om het te hebben over afscheid en herinneringen. Want vandaag nemen we afscheid van een jaar, van het jaar 2020. En dat was denk ik voor iedereen wel een heel speciaal jaar. En ik vind dat het op de laatste dag van het jaar ook altijd een mooi moment is om even stil te staan bij de dingen die geweest zijn. En even terug te denken naar wat we allemaal hebben meegemaakt dit afgelopen jaar. En dus wat herinneringen op te halen. Dus voilà. Dit is een heel mooi boekje. Een van mijn favoriete boekjes. En ik wil het heel graag met jou delen nu. Zo. Een boom vol herinneringen van Britta Tekentrup. Ik weet niet hoe je de naam precies uitspreekt. Dus ik hoop dat ik het niet helemaal fout heb gedaan. Zo. Er was eens een vos die samen met heel veel andere dieren in een groot bos woonde. Vos had een lang en gelukkig leven gehad, maar nu was hij moe. Heel moe. Langzaam liep Vos naar de open plek waar hij altijd zo graag in de zon gelegen had. Hij liet zijn ogen nog één keer door zijn geliefde bos dwalen en ging liggen. Vos sloot zijn ogen en viel in een diepe slaap voor altijd. Alles om Vos heen was stil en vredig. Het begon zachtjes te sneeuwen. Uil had alles gezien vanuit zijn boomtop. Hij vloog naar beneden en landde naast zijn vriend. Uil was heel verdrietig. Hij had Vos zijn hele leven gekend, maar hij wist ook dat zijn vriend moe was. Het was tijd om Vos te laten gaan. Eén voor één kwamen de vrienden van Vos naar de open plek in het bos. Eerst kwam eekhoorn, toen wezel en beer en niet veel later hert en vogel. En uiteindelijk kwamen ook konijn en muis bij Vos zitten. De sneeuw viel als een zachte deken over hun vriend heen. Alle dieren hielden van Vos. Hij was altijd aardig voor hen geweest. Niemand kon zich een leven zonder hem voorstellen. Lange tijd zaten de dieren stilletjes bij elkaar. Uil was de eerste die sprak. Ik kan me nog herinneren dat Vos en ik heel jong waren, zei hij glimlachend. Elke herfst hielden we een wedstrijd wie de meeste vallende bladeren kon vangen. En weten jullie nog hoe Vos bij me in de buurt bleef toen ik mijn vleugel gebroken had? De andere dieren wisten het nog en glimlachten. Muis zei zacht. Ik weet nog hoe Vos van de ondergaande zon kon genieten. Hij zat dan altijd op precies deze plek. De andere dieren wisten het nog. Ze hadden allemaal wel eens naast Vos gezeten en samen met hem naar de zonsondergang gekeken. Toen ze daaraan dachten, kregen ze een warm gevoel van binnen. Beer herinnerde zich hoe Vos vaak in de lente op haar jongen had gepast. Konijn moest lachen toen ze vertelde hoe Vos en zij tikkertje hadden gespeeld in het hoge gras. En eekhoorn vertelde over die keer in de winter dat Vos hem geholpen had bij het opgraven van zijn nootjes. Eén voor één vertelden de dieren een mooi verhaal over Vos en bij elke herinnering kwam er een lach op hun gezicht. Vos was heel belangrijk voor hen geweest in hun leven. Terwijl de dieren met elkaar aan het praten waren, kwam er een klein oranje plantje omhoog uit de sneeuw. Precies op de plek waar Vos lag. Het was klein en teer
en bijna onzichtbaar. Maar bij elk verhaal werd het plantje groter en mooier. De dieren kwamen vaak naar de open plek om samen over Vos te praten. En het duurde niet lang of het plantje was uitgegroeid tot een kleine boom. Als de dieren naar de boom keken, dan voelden ze dat Vos nog steeds bij hen was. In de dagen, weken, maanden en jaren na de dood van Vos herinnerden de dieren zich nog veel meer dingen over hun vriend. En hoe meer ze vertelden, hoe hoger en mooier de boom werd, tot het de hoogste boom van het bos was geworden. Een boom gemaakt van mooie herinneringen aan Vos. De boom van Vos was zo groot en sterk dat alle dieren er een plekje vonden. De vogels bouwden hun nesten tussen de bladeren en uil leerde zijn kleinkinderen vliegen vanaf de takken. Eekhoorn vond een fijn holletje in de stam en beer, hert en konijn sliepen in de schaduw van de boom. De boom zorgde voor iedereen die van Vos gehouden had. En zo bleef Vos voor altijd in hun leven. Zo, wat vond je ervan, Milo? Ik vind dit een heel mooi verhaal, omdat het toont dat in alles wat dat triestig is, ook altijd iets heel moois zit. Dus het is heel triestig dat Vos doodgaat, hoewel hij natuurlijk al oud was. Maar wat dat heel mooi was, is dat al die dieren bij elkaar komen en samen halen ze herinneringen op aan hun vriend. Dus dat is iets heel mooi dat daar uitgroeit. En er groeit ook letterlijk iets heel moois uit, namelijk die oranje boom. En hoe meer dat er herinneringen werden gedeeld, hoe groter en hoe mooier dat die boom werd. Dus misschien kan dat ook wel een kleine les zijn die we uit dit jaar hebben gehaald. Het was voor heel veel mensen geen makkelijk jaar. We hebben ook van heel veel dingen afscheid moeten nemen. Misschien heb je ook van iemand moeten afscheid nemen. Maar je hebt sowieso ook afscheid moeten nemen van bepaalde gewoontes, bepaalde hobby's die je niet kon doen, bepaalde mensen die je niet kon zien nu, gelijk bijvoorbeeld een oma of een opa. Maar misschien vinden we in al die dingen die toch een beetje triestig zijn, ook iets heel moois. Ik heb bijvoorbeeld mijn eigen mama en papa veel minder gezien dit jaar. Maar we hebben wel veel meer gebeld. En doordat we gebeld hebben of via video hebben gebeld, hebben we veel meer gepraat. Dus dat vond ik bijvoorbeeld iets heel mooi. Of we zijn ook een paar keer gaan wandelen. Dat was iets wat we voordien eigenlijk nooit samen deden. Dus ik vind dat een heel mooi gevolg ook van de dingen die zijn geweest. Of ik heb bijvoorbeeld ook heel hard gemerkt wie ik miste. En iemand missen is eigenlijk iets heel moois, want dat wil zeggen dat je iemand graag ziet en dat je daar graag meer bij wilt zijn. Dus het feit dat je nu iemand die er nog steeds is ook kan missen, is een mooie boodschap, want eigenlijk zeg je daarmee, ik zie jou graag. Dus voilà, misschien kan dit deze avond een goed moment zijn om even na te denken van wat zijn de mooie dingen die we dit jaar hebben meegemaakt? Ook al hebben we het soms stressig of moeilijk gehad, zijn daar misschien ook mooie dingen uitgekomen. Voilà. Zo, dat is hetgeen wat Amello en ik graag met jou wouden delen. En we wensen jou een heel fijn einde van dit jaar en een heel mooi, warm en zacht begin van het volgende jaar. En dan zie ik jullie graag volgend jaar terug voor meer leuks in de wonderkamer. Dag! Wat zeg jij nog? Nu heb je lippenstift op jouw kop. Mijn prachtige dag. Ja, het is mijn prachtige dag.
Mm-hmm.